Oh, hallo. Hallo iedereen. Welkom in mijn nieuw kantoor. Het is nog een beetje primitief, maar ja, we moeten overal ergens beginnen, hè. Mijn naam is Yuri. Ik ben nu 21 jaar. Ik werk nu momenteel op het internationaal departement van Helmo. Dat is een hogeschool in Luik, waar ik alle communicatie coördineer tussen de verschillende partners door in heel Europa. Ik ga jullie vandaag een beetje vertellen omtrent mijn stage hier en verder ook over mijn schoolloopbaan. De voorbije 3 jaar die ik heb gehad aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Ik ben hier eigenlijk geraakt door een heel simpel toeval. Ik had me ingeschreven voor een soort internationaal project in Warschau, waar jullie je ook allemaal op kunnen inschrijven als jullie naar het derde jaar gaan in de Erasmus Hogeschool. Als je office management studeert natuurlijk. Nu, toen ik daar was, was ik met een andere leraar aan het praten die lesgeeft in Luik. En ik was aan het vertellen van, ja kijk, ik ben op zoek naar een stage in Luik. Weet jij misschien een plaats of zo? En op dat moment heeft hij mij gezegd, ja Yuri, ik kan jou helpen. In de school waar ik werk is een dame heel hard op zoek naar iemand om haar te helpen op het internationaal kantoor. Je zult heel veel Frans praten, Engels spreken, je zult heel veel administratief werk hebben, maar ook evengoed andere dingen doen. En tot op de dag van vandaag heb ik daar nog geen moment spijt van gehad. Gedurende mijn stage heb ik echt van alles mogen doen. Ik, buiten het administratief gedeelte, waar ik trouwens heel veel vrijheid in kreeg, kreeg ik ook toffe opdrachten zoals nieuwe studenten rondleiden door Luik, reizen plannen. Ik ben zelfs een week naar Madrid geweest om een reis te begeleiden, maar enerzijds ook om mijn Spaans bij te schaven. Het is dus eigenlijk echt een droomjob voor mij. Ik heb eigenlijk niet echt nadelen ondervonden door in Luik te gaan werken. Misschien het moeilijkste was eigenlijk nog de trein nemen. En dat stelde zelfs eigenlijk niet echt veel voor, want van Brussel-Noord naar Luik-Guillemin is het echt maar 50 minuutjes ongeveer, dus zo erg was het zelfs nog niet. Wat heb ik eigenlijk zoal tijdens mijn stage bijgeleerd? Buiten het stipt werken, het pendelen, heb ik uiteraard mijn Frans enorm hard bijgeschaafd, maar ook mijn Engels. Verder zijn mijn communicatievaardigheden ook heel hard verbeterd. Ik heb onder andere geleerd om voor een groter publiek te spreken, ook voor groepen te spreken in het echt. Ik heb geleerd om projecten te begeleiden, pedagogisch op te treden richting studenten en mijn organisatieskills heel hard bijgeschaafd. Dat vooral. Verder was ook de collegiale sfeer enorm leuk. En ik heb echt ook het verschil kunnen zien tussen werken met mensen uit Vlaanderen en mensen uit Wallonië. Mensen uit Wallonië werken totaal anders dan mensen uit Vlaanderen. Waar ik werkte was het bijvoorbeeld normaal als je 's morgens op je werk kwam om eerst tegen iedereen goeiedag te gaan zeggen. En misschien zelfs eerst een kwartiertje aan de koffiemachine kletsen over wat je de avond ervoor gedaan hebt. En dat zijn dingen die ik in Vlaanderen nog nooit gedaan heb. Maar ik kon er eigenlijk echt wel hard van genieten. Iets anders. Hebben mijn studies mij eigenlijk hard geholpen tijdens mijn stage? Het is erg om te zeggen, maar ja en nee. Ik heb wel degelijk een heel sterke basis dankzij mijn studies, maar eigenlijk de meeste ervaring doe je in het echt op. Waar heb ik heel veel ervaring uit gehaald? Uit de studentenvereniging. Sommigen zeggen van, oh, een studentenvereniging is alleen maar zuipen en drinken, maar dat is totaal niet waar. In een studentenvereniging leer je ook samenwerken, organiseren,
En natuurlijk je amuseren tegelijkertijd. En ik vind dat dat verenigbaar is met een stage. Zeker als je in je hoofd houdt dat ja, je gaat op een zeker moment een job moeten vinden en die je hele leven lang doen. En die job moet je dan ook graag doen. Dus is het heel belangrijk dat je goed bent in wat je doet en je daar ook van kunt genieten, van het resultaat achteraf. Iets dat ik minder leuk vond aan mijn stage, het kantoor. Ja, mijn kantoor was niet zo super modern of mooi of goed belicht. Dat is misschien nog het spijtigste van vandaag. Maar dat vond ik eigenlijk zelfs niet zo erg, want Helmoo is op 200 meter van de Maas, dus ik kon 's middags wel gaan lunchen met zicht op ja, misschien wel België's mooiste rivier. Ik hoop dat hier geen Antwerpen naar kijken. Want voor hen is de Schelde het mooiste. Verder. Madrid. Ik had daar al iets over verteld, maar echt prachtige stad. Ook trouwens een heel leuke ervaring dat ik daar gehad heb. Ik nam daar eigenlijk deel en tegelijk begeleiden aan een project genaamd Madrid Experience for Business. Gedurende die business trip gingen we eigenlijk kijken van hoe werken Spanjaarden? Is ons bedrijfsleven verenigbaar met het hunne? En we zijn eigenlijk wel tot een grappige conclusie gekomen. Ja en nee. Spanje heeft heel hard te lijden onder zijn klimaat. Bijvoorbeeld in Madrid wordt het in de zomer gemakkelijk 45 graden. Dat zijn geen temperaturen om bij te werken. Wat doen ze daar? Mensen mogen daar bijvoorbeeld om 6 uur 's morgens beginnen werken en werken dan tot 2 uur. Net voor het heetst van de dag. Wij werken tot 5 uur. Gedurende dan die tijd tussen 2 en 5 uur is het praktisch onmogelijk om een bedrijf te contacteren in Spanje. Natuurlijk, dit is maar een voorbeeldje. Niet alle bedrijven werken zo. Maar je ziet toch wel het verschil in bedrijfscultuur tussen België en Spanje. Natuurlijk is er dan nog de taal. Ja, in België zijn we sowieso iets meer taliger dan in Spanje. Spanjaarden spreken over het algemeen heel slecht Engels. Spreek Spaans, ja. Moedertaal, maar daarbuiten Frans, Duits, ja, misschien in uitzonderlijke gevallen, maar over het algemeen niet. Tijdens die business trip, tijdens het project zal ik maar zeggen, het is niet echt een business trip, heb ik ook mogen deelnemen aan een paar intensieve lessen Spaans gedurende, als ik mij niet vergis, denk ik dat ik daar rond de 20 uur les heb gehad. Ik heb daar enorm veel geleerd. Ik denk ook dat het dankzij die lessen is dat ik door mijn examen zal zijn. Maar dat zullen we nog zien. Regelmatig krijg ik de vraag wat ik eigenlijk later wil doen. Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb geen zin om binnen het vak office management te blijven. Ik heb deze studie heel interessant gevonden, maar ik denk toch dat ik mijn horizonten ga verleggen en dat ik mij beter ga voelen in de toeristische sector. Nu, waarom voor mij de toeristische sector? Ik heb al gemerkt dat ik heel graag mensen op weg help om een goede beleving te hebben. En ik denk dat ik daardoor beter in het toerisme stap. Het is, ja, moet ik het stellen? Het is geen gemakkelijke keuze voor mij ook niet. Ik ben eigenlijk, als het ware, een beetje in office management gerold. Maar ik heb eigenlijk dit jaar ontdekt dat het toch niet het beste is voor mij. Maar anderzijds, ja, ik doe deze studie wel. Ik wil ze afwerken. Ik heb ook mijn stage, deed ik heel ontzettend graag. Maar mijn hele leven achter een bureau zitten,
dat is echt niks voor mij. Ik heb echt iets nodig om in mijn handen te hebben. Ik moet bewegen, ik moet buiten zijn, ik moet met mensen kunnen praten, ik moet mensen iets kunnen aanbrengen. En daardoor lijkt de toeristische sector iets meer geschikt voor mij. Ik ga jullie hierna nog een paar beelden van mijn stage laten zien. Onder andere van toen ik in Spanje was. En voor de rest wil ik jullie graag bedanken om te kijken. En als jullie nog vragen hebben, mogen jullie me altijd een mailtje sturen. Dankjewel, tot ziens! Tengo 21 años y trabajo en Elmo. Resume. Él quiere una pizza mediana de champiñón. Pero no mediana, una entera.